Ga even kijken hoeveel eieren we hebben, man. Ja, als je even wil doen. Oh, oh! Nee, je hebt niks opgegeten, toch? Nee. Vandaag in Ark the Lost Island gaan Rudy en ik even een mooi plekje maken waar wij dus onze eitjes kunnen uitbroeden. Wauw, dat klonk heel erg Dennis. Dat klonk zo Dennis. Dat was ook echt niet expres. Vandaag. Vandaag gaan Alex en ik. Kering, gast. Oké, doe maar. Ik ben wel Alex. Okay. Ik speel Alex in deze roleplay. Oké, ik heb meneer Eentje. Nee. Oké, mensen, als jullie minder... Nee. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dankjewel. Oh, dat is de conclusie. we hebben dus airconditioning nodig, Rudy. Maar ik denk dat we dat even in de Big Brother Cave gaan maken. Omdat ons kasteel nog niet klaar is en we hebben hier nog niet echt plek voor. Dus laten we daar voor nu maar even gewoon de breeding doen. We kunnen toch teleporteren en zo. En dan liggen de ijs ook een beetje veilig voor de kijkers. Snapte? Oh, ja, lijkt me wel vet om hier uiteindelijk een breedhok te hebben. Ja, nee, tuurlijk, maar het gebouw moet eerst klaar, jong. Ja, dan moeten we even tijd dat we gaan doen. Wanneer ga je livestreamen? Ja, zondag, denk ik. Big Best Broeder Cave. Ja. Best Broeder Cave. Hey, mag ik mee? Hallo, toetoe. Hallo, oh, stond je niet in mijn aura? Oh nee, maar ik kom er nu aan. Oh, lekker. Alright, dan heb ik hier al allemaal dingen gemaakt. Dit heb ik allemaal in mijn streams gemaakt trouwens. Dus als je dat hebt gemist, dan moet je toch nog even een keer naar twitch.tv/Jamie gaan. Oh nee, Jamesy. Dan moeten we Electronics hebben, maar Polymier nog. Ja, dat hebben we zeker een andere basis liggen. Ja, maar dat moet wel te fixen zijn. Hier, ik heb dus sowieso Silica Pearls en Metal. Dus daar kan ik al poly dingen van maken. Of de Electronics van maken. Ja, ik heb ook nog 540 dingen. Dus ik doe hier vast de wat? Pearls. Pearls. Oh, die heb ik zat. Hoe heet die dingen nou? Electronics, met een C. Ja, maar hoe staan ze niet erbij dan? Die zitten met je in de fabricator. Heb ik nou niet geleerd? Die moet je leren, ja. Electronics. Alec Baldwin. Oké, ik ben er heel veel aan het maken. Mooi. Dan moeten we dus ondertussen naar de pingwings toe. Dan gaan we die hakken. En dan kunnen wij eigenlijk hier een breedhokje maken. Ik weet niet meer precies hoeveel airconditioning je nodig had voor een eitje, maar volgens mij viel dat wel mee. Ja, valt best mee, maar als je er gewoon 4 maakt, dan is dat gewoon cool. Misschien 6, I don't know. Misschien wel. Ik weet niet. Ik weet het niet, man. Ah, pingwing. Ah, dat doen we ook meteen maar even ondertussen, of als ze een nieuw eitje ophalen. Ja. Want ik wilde sowieso even wat weervans gaan uitbakken daar, maar het is ook een magma sour. Maar die magma sour die wij hebben is een beetje low. Dus we moeten even betere fixen, snapte. Is er maar 1 cave trouwens voor magma sours? Ja, ik denk het wel. Alleen Lusje en Worstenbrood is bijna dood. Er is heel veel bijna dood, Jamie. Dus... ja, ik ga met Dennis 13, gast. Dat komt goed. Ik weet niet meer welke Dennis is. Dennis 13 is de Mayway. Oh, ga je daarmee naar de... Ja, dat schiet wel op. We hebben echt bijna geen flyers meer. En hij vliegt best wel redelijk. Alleen nog even naar het vulkaan gedeelte doen. Oh, wacht, de pinkwings. Oh. Gewoon met je kont schudden. Hey, hallo. Doe eens. Ja, ik ben onderweg, man. Ja, weet je wat? Ga jij maar vast even 1 polymier hakken. Mayway, please. Oh. Maar hoeveel polymier heb je nodig? Want we hebben nogal wat. Ja, echt... niet zoveel. 200 of zo. Jezus. Kan best wel dat we het gewoon hebben, hè? Ja, maar ik heb het niet kunnen vinden. Die organic kon ik de vorige keer al niet vinden. Ah. Ik heb het toen gewoon gecraft, snap je? Zodat ik als eens kieken. Ja, doe maar eens kieken. Hier heb je allemaal draken en zo. Lekker en ook in de desert gewoon dingen killen, weet je die? Een gerechtschef. En oh, waarom doe ik dit? Oh, ijspegels. Niet achter mij aan! Doe ik het snel? Holy shit, dat gaat echt snel. Ja? Ja, die meeuwen gaat hard! Oké, ik ben bij de magma sour shaft. Dat zijn van die dingen die ik ook heel slecht kan vinden. Dan weet ik ongeveer waar het zit, maar om dan de ingang te vinden... was het naast die lava rivier te komen. Ja, nee, precies. Maar daar ben ik ook. Of is dat... Oh, wacht, is dan volgens mij wel. Dan ben ik ook bij een heel ander pingwin water dan ik normaal ben. Ja, maar waarom zit hier een wilde draak? Ik zit... Oh, Mewing! Oh! Jawel. Oké, Dennis, blijf chillen. Nee, niet lopen. Blijf hier staan. Ik zet je op passive. Oké. Nou, dan moet ik hier even te voeten al die dingen gaan killen. Oh, wacht. Ik moet ook nog een flyer hebben om überhaupt bij de eitjes te komen, zeker. Ja, of gewoon een shotgun. Nee, met een meewing lukt dat wel, man. Zeg. Oké. Okay. Gewoon niet doodgaan. Oké, okay, daar gaan we voor. Oh. Huh. De vorige keer zat hier veel en veel meer magma sowers. Ik
heb er eentje gekild. Ja, ik denk dat mensen gewoon op een eierenspree zijn, hoor. Ja, als ik... Auw! Oh, dat is lava. Splash me. Oké, okay. Oh, dat liggen wel eitjes. Oké, okay, mooi. Dat is ik heb, echt de meest domme manier ooit. 200 polymer nu. Oké, okay, ja, nee, dat is zat, man. Dat is echt wel zat. Oké. Okay. Spring, ik zit hier te parcouren naar een ei toe. Hoe? Kijk, arc parcours. Je hebt toch die grapple op, man? Lava heet aan de voetjes. Level 55 magma sauwerk. Ja, ik heb hem inderdaad die... Huh? Twee eggs waren dat. Maar weer low levels, man. Level 55 en level 20. Eten. Ja. Maar je wou er meer, toch? Dus oh. Level 55 is all I got. Gebruik de influencer status. In ruil voor shout-out doen. Wie heeft er een hoog level magma sour 145? Ja, al tekent. Al tekent. Ja, maar nu moet je nog onderhandelen, hè? Oh, lekker. Wat wil je daarvoor? Ik ben gewoon, dit was ook helemaal afgeleid. Je zei, oh, je kan je spullen retrieven via... Oh, nee, oh, hij staat er nog, hij staat er nog. Nee, gunpowder of polymie, oh. Ja, wij zijn skeer. Wil je shout-out in de video? Ja, dat is je enige kans, hè? Ja, jongen, al die side hustles. Zo, je nog een kasteel, gek, wow! Mega kasteel. Pam, 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 pam. Ik zit er gewoon te scammen van zo'n magma sauer. Oké, sure. Hij doet het. Core TP Red Obi. Hallo. Hey, Jamie. Ja, hey, ik hoor jou, maar... Oh, 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 jee, oh hey. Hey. Man, haal die microfoon uit je strot, man. Gek. Oh, sorry, sorry. Oké. Okay. Ga mij nou mijn vriend scammen voor een magma sauer, hey. Wat zit nou weer? Ik scam helemaal niemand, hij wil toch een shout-out? Wij geven shout-out. Ja, oké. Okay. Is hij hier nog steeds niet, Tiso? Nee, hij is hier helemaal niet. Dacht jij, jij neemt hem mee. Oh, nee. Ik doe het niet hoor. Ik speel amper, joh. Niemand die we kunnen scammen. Waar is hij nou? Ah, hij is weg met zijn Maywing. Ja, dat is hem inderdaad. Het is hem. Hey, er komt nog iemand. Oh, sick. Lekker, man. Oké. Okay. Welke naam wil jij een shout-out? Welke naam? In welke vorm, zeg maar, shout-out? Ja, wil je shout-out naar je moeder, naar je oma, naar jezelf? Net wat je wil. Pak gewoon je Insta. Je oma? Ja, Insta. Je Insta? Ja, dat kost geld. Oh, kom op! Oké, ja. Oh. Shout-out naar? Naar mijn oma. Doe maar gewoon zijn oma, man. Pak dat ei. Hoe heet je oma? Jerry, boeien! Hoe heet je oma? Gerda. Heet ze Gerda? Ja, doe maar shout-out naar Gerda. Dus ik noem mijn oma, maar doe maar gewoon Gerda. Oké, man. Gerda vind ik wel mooi. Shout-out naar jou, Gerda. Deze legend. Gewoon Gerda. Kijk, roze druif. Lekker bezig, man. Thanks voor het eitje. Laat eens, man. Laat eens. Veel succes nog. Yo, kom goed. Ja. Hé, hey, maar ik wil het even ergens over hebben. Oh nee, dan komen de server dingen. Als dat mag. Heb je even voor mij, ja la 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 la. Nu gaat hij toch mee? Tijd voor me vrij, ja la 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 la. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Kom vanavond bij mij. Pam pam, pam pam. Ja la 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 la, ik moet even dingen hebben voor de oh die ex gek. Die gast staat er echt van, wat? Hoezo kan ik die niet poelen? Die liggen toch letterlijk hiernaast, of niet dan? Hoppatee. Hups. Airco, nou we maken er even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oké. Okay. 8 stuks. En dan moeten we meteen even stroom neerleggen naar waar we naartoe willen gaan. Ik denk dat dit wel een mooie hoekje is zo, hier. Nou, het moet zo dino-proof mogelijk zijn, zodat ze niet in de vloer komen te zinken, weet je wel. Ja, dit is allemaal mooi toch? Ja, ik zie eigenlijk helemaal geen hol. Oké, ik kijk mee. Waar is het mooi? Daar aan de hoek gewoon, hier. Oh ja, dat is zo'n mooie hoek. Net hoekie. Alleen, laten we ze hier ook volwassen worden, want dan wordt het een krap hoekie, denk ik. Ja, maar dat doen we toch gewoon teleporteren als we volwassen zijn. Pumpen, als je even elektriciteit wil maken. Oh, wat een lag, gek. Oh, dus zijn die nou powered? Ja, ze zijn powered. We hebben helemaal geen elektriciteit nodig. Heb je even voor mij... Oh, waarom heb je wel zo'n chibi ingezet, man? Dat is echt trash, ja, man. Dat is voor max level, die dingen die levelen. Dan kreeg ze weer toen ik dood was. Kijk, incubating, gast. En hoe? Big chunkers. En dan moeten we meteen even die fire weer van de ex en zo erin gaan janken.
Ja. Goed gefixt, man, die 145 mag me zo. Ja, toch? Hebben we mooi gevonden. Ja. Dat is geen ding, hè. Je kunt geen baby's maken met Wyverns en magmasaus, toch? Nee, volgens mij. De Wyverns en warme magmasaus kunnen geen baby's maken samen, nee. Nee, oké, okay, man. Even kijken, welke doen we allemaal? Sowieso die twee fires van hoog level. Zo. Ja, ik wil die van mij nog bewaren voor mijn aflevering. Oh, die bewaar je nog, oké. Okay. Dan doen we die even weg. Ja, wat nog meer. En dan moeten we nog een nanny neerzetten, denk ik. Een nanny is wel handig, maar ik weet niet of we dat kunnen. Want we hebben heel veel eieren nodig die we... Ik ga even kijken hoeveel eieren we hebben, maar... Ja, als je dat even wil doen. Deze. Oh! Heb je hem? Nee, je hebt niks opgegeten, toch? Nee. Heb je even van mij... Nee, god. Welke heb je opgegeten? Oh, de 155 firewomen. Nee! Oh, dat is zo kut. Oh, wat een kut. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Oh, dat is zo naar. Trouwens, als we een hatchery hebben, hebben we helemaal geen airco nodig. Oh, nou ja, we hebben airco's. Kut, sorry. Oh, gaat man. Ja, ik heb een hatchery kunnen maken in ieder geval. Oké, heel goed. Als je die daar even neer wil zetten bij de... Je moet gewoon even iets hebben wat eten geven. Dat doet zo'n nanny, toch? Ja, nanny doet ze verder opbrengen, zeg maar. Ja. Dan heb je human hair voor nodig en dat heb ik nu helemaal niet. Ah, oké. Okay. Kan ik deze niet even oppakken dan? Die fertilizers zijn ook duur. Ik weet niet of die kunnen maken. Ja, ik pak deze wel even op. Ja, joh, dat doet toch niks meer. Ja, kan. Dan moet je wel propellant en zo meenemen. Hoezo? Je hebt allemaal gekke dingen nodig om die dingen te poweren. Oh. Deze kunnen we ook niet poweren. Refertilizer hebben we nodig. Fertilizer, oil, rare flower, rare mushroom en spark powder. Nanny. Nanny. Oh, ik hoop niet dat die inderdaad uit is. Ik denk het wel. Hebben we nog olie ergens dat je weet? Olie heb ik hier. Ice powered, de nanny. Oh, de nanny is propellant. Ice powered. Ja, maar dat is propellant toch? Of niet? Of moet er een nanny? Ja, ik heb er niks ingedaan, om te zeggen dat die powered is. Oké, okay, dat is goed, maar ik zit met dat ding in mijn tas. Hier zit 600 olie in. Dus dat heb ik hier vlezen. Dus dan wordt hij ook meteen grootgebracht, mijn dino, automatisch. Dus dat is mooi. Maar dan kan ik meteen beter even meer eitjes erbij gooien, zodat alles groot wordt hier. Ja, dus dan hatch je ze gewoon door. Of met de hatchery. Dan worden alle de eitjes, die worden automatisch opgepakt en wordt 1%. Ah, oké. Okay. 1%, zeg maar. Nou ja, we hoeven hier niet bij te zijn dan. We hoeven alleen even te claimen. Ik kwam jou tegen, hallo! Oh, hey, oh. Jij was verlegen, oh, hey, oh. Oké, okay, ja, nee. Dat pleur ik er nog even bij. En dan is het even goed en dus wachten tot ze uitkomen. En ik dan hem hier neer. In de volgende aflevering toch weer even een paar dinoekjes erbij. Kijk, als ik hier nou dit erin... Tak. Oh, hey, ik heb al twee dino's, joh, gek. Jo, dat is snel. Oh, die gooide ik neer toen alles al. Oké, volg mij, tekst tegen hoos van hoog level. Die voetstappen van die baby's altijd, jongen. Dat is een bronto baby, hè. Blijkt net als een aardbeving voorbij komt, maar die ding is helemaal klein. Nou, mensen, thanks voor het kijken naar deze aflevering van Ark The Lost Island. Ik check jullie weer later. Vergeet niet te liken, te abonneren en Rudy doet ook uploaden. Dus check het linkje in de beschrijving. Peace out.